De faculteit der medische wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft vanmorgen een open dag gehouden. De verschillende richtingen die vallen onder de faculteit, zoals geneeskunde, public health en fysiotherapie, hielden presentaties voor geïnteresseerden in de medische faculteit. Roshni Ramdas, richtingscoördinator richting fysiotherapie, gaf in haar presentatie aan wat er te leren valt voor de richting fysiotherapie. Kijk naar het plaatje, dan zie je eigenlijk een heleboel dingen wat friends think I do. Die denken dat we eigenlijk allemaal een beetje beweegfreaks zijn. We super bewegelijk, altijd actief en zumba en fitnesslessen. Ja, de patiënten denken meestal dat we beulen zijn, die continu opdrachten geven om fysiek actief te zijn. Ja, heel veel groot deel van de samenleving denkt dat we een beetje een soort van veredelde masseurs zijn, maar dat zijn we absoluut niet. Ja, een massagetherapie is een onderdeel, een behandeltechniek, maar fysiotherapie is veel omvattender. Ja, je collega's die denken heel vaak dat je mensen gewoon over hun schouders heen draagt om ze vooruit te helpen, enzovoort, enzovoort. Maar wat we eigenlijk doen is, ja, wat doen we eigenlijk? Of wat is een fysiotherapeut en wat doen we? Ja, een fysiotherapeut is eigenlijk een expert van het menselijk bewegen. Alles dat te maken heeft met beweging van het menselijk lichaam, daar zijn wij de vakdeskundigen bij. Volgens Rachiel Sanchez, lid van de studentencommissie van de faculteit, hebben ze ervoor gekozen om een open dag te organiseren om studenten en andere geïnteresseerden meer informatie te geven over de verschillende studierichtingen. Studenten, maar ook andere geïnteresseerden een beter beeld kunnen krijgen over welke studierichtingen er zijn op de faculteit, hoe het precies eraan toe gaat, wat de studierichtingen inhouden. Zoals u weet zijn de examens reeds afgerond en dan is het tijd voor studenten om zich in te schrijven. Bij de faculteit medische wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit hebben we namelijk drie richtingen. Geneeskunde, fysiotherapie, public health. Public health houdt zich namelijk bezig met het preventie van aandoeningen, ziektes, etc. Geneeskunde houdt zich namelijk bezig met het genezen van patiënten die reeds ziek zijn. Fysiotherapie, die houdt zich dan bezig met rehabilitatie, het herstel van patiënten. Dus zoals je ziet is er best wel een samenhang tussen de drie studies. Ze gaan gepaard met elkaar. Het een kan niet zonder het ander. En natuurlijk, voor iedereen is er dan een studierichting als public health je nou interesseert. Geneeskunde, fysiotherapie, nou dan kan je terecht bij de faculteit der medische wetenschappen op de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Voor de open dag van de faculteit der medische wetenschappen hebben zich ruim 200 studenten aangemeld voor de open dag. De volgende informatiemogelijkheid voor geïnteresseerden van de faculteit staat gepland voor 2025. En tot zover de lokale informatie in het ATV-journaal.